Zo, hallo, welkom bij Vloggen met Sven en hier bij Koraal Media, waar wij genomineerd zijn voor de beste Multimedia Award 2019 als beste multimedia. Nou, vragen welke collega's hun favoriete tip heeft aan jullie luisteraars en aan de kijkers. Dus wat zijn de medewerkers voor een tip? Maar hebben jullie ook een beetje nog tips voor ons eigenlijk? Want ja, ik kan jullie wel tips geven, maar geef ons eens wat tips. Gino, wat is jouw tip voor de mensen mee te geven? Gewoon de radio maken en plezier maken. Zorg gewoon dat het leuk blijft. Heb plezier erin. Wat is jouw tip aan de mensen voor radio en tv te maken? Vooral bij Sven uit de buurt blijven. Aan de mensen hoe jij tv of radio maakt? Oh, radio, ja. Ik heb mijn eigen afspeellijsten gemaakt. En dat tik ik altijd erin. Ik doe videobanden omzetten op dvd en op usb en op harde schijf. Nou, mijn tip is jezelf blijven en gewoon altijd je best doen voor radio en tv. Maak gewoon een leuk radioprogramma. Nicky, wat vind jij van Koraal Media? Wat ik van Koraal Media vind? Ik vind de radio leuk en video aan vind ik al leuk, foto's. Ja, eigenlijk alles wat hier gebeurt. Dat ze allemaal boeren zijn. Gewoon, je bent niet serieus. Koraal, wat ik vind van Koraal vrijwilligerswerk, is dat het heel dankbaar werk is en dat het belangrijk is voor iedereen. Vlog met aan Bar. Bar bij Koraal Life Café. En voor de rest, vlog met ik vond dat we met een groep mensen zijn die als team iets supermoois presteren en steeds beter worden. Dat we eigenlijk een compleet team zijn. Koraal Media is niet alleen maar video of foto, nee, is radio, is televisie, is fotografie, is grafische werkjes. En met z'n allen vullen we elkaar heel vaak aan en daardoor gaan we steeds beter worden. En dat is gewoon superleuk als dat ik daar ook deel van uit mag maken en dat we met z'n allen dat kunnen doen. En ja, ik vind het geweldig. Ja, ik ben gewoon trots om hoe ik het werk hier met jullie kan beleven. Nou, daar ben ik heel erg trots op. Ik werk zelf bij een radiostation en als je dan merkt dat je als je hier werkt, dat je toch, wat ik net ook al aangaf, dat je één grote familie bent. Je bouwt samen wat op met elkaar en ik ben bijzonder trots op iedereen die hier werkt dat we genomineerd zijn. En ik hoop dat we die prijs komende week in bezit mogen nemen. En ja, ik zou zeggen, heel veel succes jongens. Hier, een soepje daar. Mark, wat vind je van Koraal Media? Een soepje hier, een soepje daar. Koraal Media voor allemaal. Ja, genomineerd. Hoe trots ben je op ons? Top, hè? Ja, helemaal trots. En nou ben jij van projectleider naar soep aan het maken. Ja, ik voel me daar eens groot voor. Ik doe de vittersbende van Sven, want die loopt altijd met de vitters los. En ik doe hem ook altijd het ritsje dichtmaken van zijn jasje, want dat kan hij ook niet. Ik doe hem ook de tanden poetsen en de bril poetsen, want dat kan hij ook niet. Ik doe hem zijn petje recht en ik doe hem de nageltjes knippen en nageltjes schoonmaken. Dat is Koraal Media. Ik vind Koraal Media hartstikke leuk om te doen, vooral dat DJ hier. Je moet nooit verven met groene verf, altijd blauwe verf gebruiken, dat is mijn tip. Jij van Koraal Media. Heel leuk en ik hoop dat ze goed winnen. Probeer.